Zo, nou, de rest laat ik voor de buren over. Wij gaan deze woning bekijken. Hij is nieuw in verkoop in de binnenstad van Kampen aan de Groene Straat. Het is een leuke woning. Eén slaapkamer met vooral wel een verrassend ruime tuin. Grote berging en dichtbij verschillende voorzieningen. Ik ga het je laten zien in een klein filmpje. De woning is niet al te groot, dus de video houden we ook maar even kort. Hier zijn we dan in de Groene Straat nummer 260. Echte typische binnenstadswoning. Hij is knus te noemen. Vrij klein, anderzijds kun je alle kanten mee op. Het is hartstikke leuk. Eén slaapkamer. En hier heb je voldoende ruimte voor een leuke zithoek, eethoek. En de keuken zit erachter. En ja, dus je kunt het inrichten geheel naar eigen wens en stijl. Hierachter heb je de badkamer met het toilet. Maar ik ga je boven even de slaapkamer laten zien. Ja, zoals gezegd, we hebben één slaapkamer en dat is deze ruimte. Op zich is hij dan wel vrij ruim en hij is nog verder uit te breiden met een dakkapel eventueel. Dat hebben de buren ook en dan kun je misschien ook weer wat met de indeling doen. Hier om de hoek zit een vrij ruime vaste kast. En achter de schotten heb je nog gewoon wat opbergruimte. We gaan naar beneden, want ik laat je graag de tuin even zien. Zo, maar weer even mijn jas aangedaan, want het is vandaag geen weer om zonder jas naar buiten te gaan. Ja, en dit is dus best wel uniek. In de binnenstad, voor vooral het kaliber woning, heb je een vrij grote tuin. Ja, hoe groot is die tuin nou precies? Ik zal het even illustreren. Ik meet hier tot de schuur 8,5 meter. En de schuur zelf, ga je zo zien, is ook nog vrij ruim. Hij ligt goed op de zon. De ligging is precies zuidwest. Dus je kunt hier overdag lekker van de zon genieten, maar vooral 's avonds na je werk kun je prima zitten. Ja, wat ik al verklapte, de schuur is vrij ruim ook. Je kunt hier goed en wel een scooter kwijt, bijvoorbeeld meerdere fietsen, lekker klussen of andere dingen stallen. Dat is toch ideaal? Ja, en zoals je ziet heb je dus ook gewoon een achterom en hier kom je bij parkeerplaatsen uit. Het is betaald parkeren, dus met de vergunning mag je hier staan. De vergunning is ongeveer 150 euro per jaar, meen ik. Maar je hebt hier eigenlijk altijd plekken voor de binnenstad. Dat is wel best wel uniek. Ja, maar waar zijn we nu eigenlijk? Ik ga het je even laten zien. Nou, herken je het al een beetje? Kijk, daar zie je de vlaggen van de Albert Heijn al hangen. Je ziet het echt midden in de binnenstad op loopafstand van de Albert Heijn. Ik zou zeggen, hartstikke leuke starterswoning. Wil jij hem een keertje bekijken? Plan gewoon een afspraak met je makelaars. Wil jij nou ook je huis verkopen? Ik help je graag. En dan maak ik ook zo'n leuke video voor jouw huis.